Ja, en anders maken we er gewoon een mooi feestje van. Ja. Kan ook niet anders hebben. Bij NAC is altijd feest. Breda nu. Zoals je ziet achter mij, is het wel zo hartstikke druk hier. En dat kan maar één ding betekenen. We zijn op de open dag van NAC Breda. We gaan even kijken hoe de mensen het hier vinden. Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen? Nou, ik hoop dat ze weer snel in de Eredivisie komen. Dus dat is wel de verwachting, ja. Zijn er nou nog spelers die ze hebben gekocht tot nu toe waarvan je denkt, nou, die, daar verwacht ik wel echt veel van? Of? Stokkers. Ik hoor Stokkers. En dit is een talent, die weet er alles van. Vind Stokkers dus? Ja. Je gaat al, ik denk wel langer dan NAC. Heb je nou een moment van je zegt, nou, dat is wel echt het mooiste moment wat ik bij NAC heb meegemaakt? Laatste jaren was het natuurlijk toen ze weer in één seizoen terugkwamen. Hè. Toen ze in die laatste wedstrijd uiteindelijk toch nog het voor elkaar kregen om op de nipper nog terug naar de Eredivisie te komen. Heb je je seizoenskaart verlengd? Absoluut. Alweer? Alweer, ja. Wat dacht je toch? We doen wel weer een jaar. Ja, kijk, weet je, het is niet, ik heb ze al vaker zien degraderen, dus ja, het hoort gewoon bij deze club. Het is ook een prachtig stadion zo om in te zitten, hè? Geweldig stadion. En de sfeer, ja, nu is het leeg, maar als het vol is, gewoon gezellig en gemoedelijk. Leuk omdat je veel spelers ziet. Ik ben al op de foto geweest met Brood. Dus ik vind het ook heel gezellig. Leuke sfeer. Nu is het een beetje rustig. Jammer van het weer, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Zijn er nou nog spelers die NAC heeft gehaald, waarvan je denkt, nou, die zijn wel echt belangrijk dit seizoen? Die ze nieuw hebben gehaald? Ja. Ik heb een paar maanden geleden iets over een Joshua. Die, ik denk dat hij wel... De keeper die ze op dit moment hebben en de spits, die zijn ook wel heel goed. Die komen, eentje komt van Fortuna, die andere komt van een buitenlandse club. Daar zit ook wel potentie in. Hoop jij nou echt ook dat ze gewoon gelijk gaan promoveren of kampioen? Terug naar de Eredivisie natuurlijk. Kijk, het is wel een beetje nak status hè, om te degraderen en dan het jaar erop gelijk weer te promoveren. Ja, en anders maken we er gewoon een mooi feestje van. Ja. Kan ook niet anders hebben. Ja. Bij NAC is het altijd feest. Waarom joh? Winnen of verliezen? Maakt niet uit. Wat verwacht u van dit seizoen? De verwachting is eigenlijk heel groot, maar na de voorbereiding misschien de verwachting iets terugstellen. Dat is zeker waar. Van welke speler die je op dit moment tot nu toe naar NAC is gekomen, heb jij iets van, nou, dat kan wel wat worden? Ik denk van Olai wel, denk ik. Dat goed Olai. Zijn. Ja, ik denk wel dat hem ook wel wordt. Ik hoop het. Finn, Stokers, misschien spits van Fortuna. Ja, ik hoop dat er genoeg in geprikt worden dit seizoen. Het zou mooi zijn natuurlijk als ze volgend jaar gewoon weer in de Eredivisie spelen. Dat zou het beste zijn, ja, absoluut. Wat zijn nou je verwachtingen van dit jaar? Gewoon natuurlijk kampioen. Ah, ik denk dat is waar we natuurlijk vanuit moeten gaan. Ja. Ja, ik denk ook wel dat ze ver kunnen schoppen hoor. Want de concurrentie nu is natuurlijk wel een stuk minder. Ik denk dat ze zeker wel moeten promoveren, dat sowieso. Breda nu.